Welkom in de geluidsstudio van de Haagse Hogeschool. Ik zit hier op de stoel van de producer en hier voor mij staat dit mengpaneel. Dat is heel veel knopjes. Hier kun je achter gaan zitten. Ik heb hier ook twee monitors. Dat zijn die dingen, die zijn geel, maar je mag niet aankomen. Als je er aankomt, dan gaan ze kapot. Dit is de Whopper Cheese. Hiermee kun je communiceren met de persoon die je door dit ruitje kunt zien. Die zit daar ergens in. Als die tenminste een koptelefoon op heeft, dan kun je er naar zwaaien en zo. Dan kun je instructies geven. Die Whopper Cheese die werkt vooral als je er goed doorheen praat en op dit knopje drukt. Knopje mon. Datgene wat je hier doorheen zegt, dat wordt dan niet opgenomen, maar dat wordt rechtstreeks aan de persoon daar verteld. Dit is ons rek. Het is eigenlijk een oud serverrek wat nog ergens hadden staan in een hoekje. Een beetje afgestoft en nu gebruikt wordt voor onze audioapparatuur. Daar zitten een aantal apparaten in die je zou kunnen gebruiken. Hier zijn bijvoorbeeld twee patch bays. Het woord patch bay komt van de telefooncentrale. Dan kun je namelijk allerlei telefoongesprekken met elkaar patchen. De bedoeling is dat je met deze hoeveelheid ingangen de achterkanten van die apparatuur een beetje ontsluit. Gebruik op dit moment niet zo heel erg, alhoewel de twee van die stoere stekkertjes hierin zitten. Die stemmen groen en blauw. Daaronder zit een compressor, een DBX compressor. Dat is niet een compressor van de kwaliteit waar Robbie Williams nou doorheen zou zingen. Maar je kunt het wel goed gebruiken en op zich doet hij het prima. Daaronder zit een koptelefoonversterker. We hebben ook zo'nzelfde koptelefoonversterker in de audioruimte staan. Daar kun je je koptelefoon insteken. Vier uitgangen op, dus dan heb je vier koptelefoons, dus dan kun je een heel gezelschap van geluid voorzien. En daaronder zit een channel strip, dat is die Focusrite. De bedoeling van dat ding is dat het een soort van imitatie is van een heel duur kanaal van de mengpaneel. Er zit ook een compressortje op en nog wat andere grappigheden en een grappig metertje wat heen en weer gaat als je leuke dingen doet. Daaronder zit de Tascam, dat is een box waarmee het geluid zodanig wordt gemaakt dat hij in de computer kan. Helaas is deze defect, hij is ontploft. Dan hebben we een andere, hier hebben we een nieuwe gekocht, dat is deze. Dat is een zogenaamde analoge digitaal omzetter. Dus die zorgt ervoor dat een analoog signaal digitaal wordt, zodat die in de computer kan worden gezet en opgenomen. Er zitten 8 kanalen op, dus je kunt 8 kanalen kun je apart opnemen op verschillende tracks van je Cubase. En er zitten ook de nodige volumeregelaars bij. Wij maken gebruik van kanaal 1 en kanaal 2. Maar als je nog veel meer microfoons nodig hebt, of als je die ergens neerzet, kun je ook gebruik maken van een andere kanaal. Het werkt allemaal perfect, dus dat is geen probleem. U gelooft het wellicht niet, maar wij hebben zelfs een MIDI keyboard. Te weten, dit apparaat, een M-Audio Keystation, met helemaal niet zulke onprettige toetsen. Een beetje plastic aan, maar goed. Daarmee kun je dus MIDI spelen op je computer en dan kun je dus je eigen composities gaan maken. En mijn tip is, als je een beetje kunt componeren of als je een beetje verstand hebt van muziek, ga dan hier lekker mee aanrommelen, maak er leuke dingen mee, want het staat er niet voor niks. We bevinden ons nu in het heiligen der heiligen, namelijk het gedeelte waar de talent in zit, waar de zangers of de sprekers of de instrumentalisten zitten. Als je hier binnenkomt, dan valt je als eerste op dat het hier nogal dof klinkt, dat je heel weinig geluid, reflectie van de muur hebt. Dat komt omdat dit een zogenaamde dode ruimte is. Als je hier dingen opneemt, dan klinken ze heel erg kaal. En dan kun je dus later, kun je met behulp van allerlei effecten, kun je er cachet aan geven. Maar hier wordt het heel kaal opgenomen. Dat is ook precies de bedoeling. En je moet hier nog wat harder praten dan buiten om jezelf verstaanbaar te maken, omdat er geen reflectie is. Er zijn wat dingen die je moet weten voordat je hier aan het werk gaat. Eén daarvan is, steek vooral hier niet je sigaar op. Want we hebben hier een sprinkler. En die sprinkler die laat het regenen als het hier bewolkt wordt. Dus zorg ervoor dat je rookwaren en zo buiten het gebouw houdt. Want anders wordt je kapsel nat. Gaat een deur dicht. En als die deur dicht gaat, dan is er wat weinig zuurstof hier. En dan kun je dus ademhalingsproblemen krijgen en andere ongemakken. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Een zogenaamde suskast met een motortje. Die staat hier in de hoek. Als je nou voelt dat je flauw gaat vallen, druk dan even op wat knopjes daar en dan komt er vanzelf wat lucht binnen. Als je nou bezig bent met de opname van je leven, moet je hem weer even uitzetten. Want het geluid van dat ding komt een beetje door de microfoon heen en dan verpest je je opname een klein beetje. Dit is de microfoon. Dat is de standaard microfoon die hier staat. Een Shure SM58. Beetje een huistuin- en keukenmicrofoon. Die staat op een standaard. De bedoeling is dat je profiel ongeveer haak staat op de microfoon. Zodat je goed het geluid op kan nemen. Het verbazingwekkende is dat uit deze microfoon een touwtje komt. En dat touwtje dat gaat naar een stagebox die hier op de grond staat.
en wel in ingang 2. Doe je hem in een andere ingang, dan heb je geen geluid. Dus het is van belang dat je hem in ingang 2 doet. Er zitten nog wat andere stekkers in die stagebox, te weten A, B, C en D. En die moet je gewoon erin laten zitten en verder niet naar kijken. Als je die eruit haalt, dan doet de apparatuur het niet meer. Dus blijf daar vooral vanaf. Wat we hier ook nog hebben staan is een koptelefoonversterker. Als je in de phone-out uitgang, er zitten de vier aan de voorkant en vier aan de achterkant. Als je daar je koptelefoon insteekt, dan kun je alles horen, inclusief de woppertjes. En het is dus verstandig om die koptelefoon hier op te doen. Want als je de deur dicht doet, kun je van buiten niks meer horen. We hebben hier ook nog een ruit. Daarmee kun je communiceren met de producer. Die zit daar achter zijn mengpaneel. Kun je zwaaien en zo en andere gebaren maken. Maar je kunt hem nauwelijks horen, tenzij hij heel erg hard schreeuwt. Dus het spreken dat kun je het beste door de koptelefoon doen. De microfoon komt binnen op kanaal 2. Dat is dit kanaal. Hier staat ook 2 voor de insiders. Er zit geen 48 volt op, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je geëlektrocuteerd wordt. Het ingangsvolume, regel je met deze gainregelaar. Het is verstandig om die zo hard mogelijk te zetten, zonder dat de boel gaat klippen. Als je die hier te zacht zet, en je moet dat later compenseren, dan krijg je ruis. Dus het is verstandig om dat even uit te proberen. Hier heb je een filter waarbij alles onder de 80 hertz wordt weggefilterd. Dan heb je dus geen rumble of zo. Heb je een toonregelaar? Dat is een betrekkelijk goede toonregelaar. Die hoef je niet echt te gebruiken. Je kunt hem hier uitschakelen of aanschakelen. Maar als je een stem hebt die bepaalde karaktereigenschappen hebt die je weg wil filteren, kun je dat hier al weghalen. Maar je moet rekening mee houden dat dan ook op de opname komt. Hier heb je groene knoppen, rode knoppen, daar doen we verder helemaal niks mee. Maar gele knoppen, die sturen het signaal naar de computer, links en rechts. Dus die moet je aanzetten tot op bepaalde hoogte. Hier heb je een panoramaregeling, die heeft voor de opname geen belang, maar je kunt bij het afluisteren kun je wel regelen door welke speaker dat die gaat. En hier heb je de fader. Daarmee kun je het signaal naar de monitor sturen. Dus niet naar de computer, maar naar de monitor. Je moet ervoor zorgen dat het op je mond altijd ingedrukt is. Als dat niet ingedrukt is, dan hoor je ook geen geluid door de speakers. De Whopper Cheese, dat is de microfoon waarmee je kunt communiceren met de persoon die in de opnameruimte staat. Die kun je regelen, het volume daarvan, met deze knop. Talkback knop heet dat. En als je wilt praten, dan moet je het monitorknopje ingedrukt houden. Maar maak je geen zorgen, het geluid wat je daar doorheen spreekt komt niet op de opname. Dus je kan gewoon tijdens de opname kun je communiceren met de persoon die je de koptelefoon op heeft. De computer die komt binnen via kanaal 17 en 18. Daar heb je ook gainregelaars waarmee je het ingangsvolume kunt regelen. Maar die zijn op zich niet zo heel erg van belang, want ze zijn niet voor de opname. Dus het is niet zo heel erg kritisch als bij de microfooningang. Je hebt ook 80 hertz, die laat ik gewoon altijd uitstaan. Daaronder zit weer een toonregeling, maar die toonregeling heeft ook niet zo heel erg van belang, want het wordt toch niet opgenomen, dus die staat standaard uit. Vervolgens heb je weer groene knoppen en je hebt rode knoppen, die zijn ook niet van belang, maar je hebt hier die gele knoppen en die sturen het signaal naar de computer. Dus die moet je uitzetten, want anders wordt het signaal rechtstreeks weer teruggestuurd naar de computer en krijg je rondzingen, dus dat wil je niet. Hieronder zitten twee panorama knoppen, omdat het een stereo signaal is. Wil je dat de ene naar links gedraaid wordt en de andere naar rechts, zodat je het stereo signaal goed kunt horen. Mute knoppen moet je gewoon uitlaten. Mute betekent stil. En hier heb je de twee volumeregelaars waarmee je het signaal naar de monitor stuurt. En opnieuw moeten hier de master knoppen ingedrukt zijn, anders hoor je niks. Als je Cubase opstart, dan krijg je dit te zien. Wat je dan doet is nieuw project onder file. Dan zeg ik altijd empty. En dan zegt hij waar je hem moet opslaan. Dat is dan dit in het geval van de audio. En dan krijg je dit te zien. Wat je dan wil doen is een audiotrack maken. En dat kun je doen door op de rechtermuisknop te drukken en add audiotrack te doen. Dan krijg je dit te zien. Dan kun je kiezen of dat het een stereo kanaal is of een mono kanaal. Nou, in dit geval stereo. Dan doe je hem aan zo. Je kunt dit ook doen door onder project bij add track naar audio te gaan. Dan krijg je er ook eentje. Hetzelfde laken en pak. Als je iets wil opnemen, dan heb je dus een audiotrack en daar ga je dan iets opnemen. Dat kun je doen door dit rode knopje in te drukken. Dan gaat de cursor lopen en dan kun je dus iets zien registreren. Nou, vandaag zijn we de geluidsstudio van de Haagse Hogeschool bezig met de uitleg van de geluidsstudio. Jo. Nu zie je dat er iets uitgeslagen hier is en dat is de opname. Hij staat een klein beetje te hard, maar dat is niet zo heel erg. Dat is alleen maar voor... als voorbeeld. Als je nou iets met dit geluid wil doen,
dan druk je op dat kleine eetje hier, naast de naam van het track. En dan krijg je de track properties. En je kunt hier kun je allerlei effecten erin stoppen. Een heleboel kun je doen en die gaan dan allemaal in bepaalde volgorde. Hier kun je het geluid veranderen, je kunt lage tonen toevoegen, je kunt hoge tonen toevoegen, je kunt ook hoge tonen weghalen, wat je wil. Dat is allemaal erg handig. Je kunt maximaal 4 punten erin stoppen, dus je kunt hele rare grafieken maken als je dat zou willen. Dat wil je verder allemaal niet. Maar dat, En dan kun je hier bepalen waar het geluid naartoe verzonden wordt, maar we hebben maar 2 uitgangen, dus dat is verder niet zo van belang. En hier regel je dan het master volume en dat soort dingen. Eigenlijk heb je meer dan dit niet nodig om een goede opname te maken. Als je het geluid zelf wil regelen, dan heb je hier een geluidsvolumeregelaar. En je kunt hier bepalen of dat hij naar links of naar rechts gaat. Als je hele erge kleine aanpassingen in tijd wil maken, dus je wil ervoor zorgen dat je geluidsfragment ietsje naar voren komt, een milliseconde of milliseconden naar achteren, dan kun je dat hier een heel klein beetje regelen. Maar onder normale omstandigheden is dat niet nodig. Het laatste wat je nog zou moeten weten is dat de ondersteunende diensten in hun oneindige wijsheid hier een aantal masterknoppen hebben neergezet die de stroom regelen naar alle apparaten. Dus als je deze knoppen uitdoet, gaan alle apparaten uit. Ze zijn een beetje handig geplaatst, want soms gaat er hier iemand leunen. Die gaat dan op die knoppen drukken en vloed, dan gaat alles uit en dan zijn waarschijnlijk ook je audiobestanden weg. Dus let erop, dit is een beetje een no-go area hier. Als je klaar bent met het maken van je opname, kun je hier op drukken, dan gaat alles uit. Vervolgens wens ik jullie veel plezier in onze prachtige studio. We hebben hem niet voor niks, dus maak er gebruik van. Maak mooie opname. En laat de boel een beetje netjes achter als je weer weggaat. Bij voorkeur mol niks, tenzij je een stevige creditcard hebt. Je kunt reserveren bij Leo en Johan als je dat zou willen. Dus ik wens jullie veel plezier en maak er wat moois van.